zielig om te zien. 1 jaar, zeg. Een dreunmachine, waarom kun je dat doen? Zolang er geen slachtoffers zijn, geen aangifte wordt gedaan, kunnen we zeg maar niet in het strafrecht terecht. Omdat binnen het strafrecht je getuigenissen of slachtoffers nodig hebt om tot een veroordeling te komen. Nou, wel lekker, hè? Zaterdagavond heeft een 41-jarige man zijn 1 jaar oude zoontje van 1 hoog naar beneden gegooid. Dat gebeurde aan de Freziastraat in de Ridderkerk. Buurtbewoners reageerden voor de microfoon van Radio Rijnmond, maar wilden niet in beeld. Ik heb alleen maar gehoord gegil. En dan dacht ik eerst dat het een paar puberkinderen waren die aan het dollen waren in de straat. Dus daar niet op gereageerd, gewoon televisie gekeken. En toen sirenes in de straat kwamen met politie, toen was het menens. Ja, wat er gebeurd was, er lag een kindje op de grond. Ik weet alleen van buurtbewoners dat het een gezin is met wat problemen. Moeder die eigenlijk helemaal wanhopig was, die door de buurtbewoners eigenlijk opgevangen. En de politie later in de straat kwam, die moeder heeft meegenomen en... Ja, ze was alleen maar aan het huilen en constant rondjes draaien om het kindje wat daar op de grond lag. Het is gewoon een dramatische gebeurtenis. Ik zie een man voor mijn raam lopen en die loopt heen en weer. Dus ik loop naar buiten en ik zie op een gegeven moment zie ik een groot aankomen en die doet zijn shirt uit. En die legt gaat langs mijn auto neerleggen op de grond zo. En ik denk, nou, hij verbergt zijn eigen of verstopt zijn eigen. En dat deed hij ook in principe. Maar hij deed wel zijn shirt uit en zijn schoenen, ze had geen schoenen niks meer aan. En hij bleef zo leggen. En op een gegeven moment zie ik gelijk in de oogflits gelijk allemaal politiewagens aankomen. En iemand houdt die politiewagen gelijk aan en die wijst op die jongen. Want ik stond er ook bij. Nou, en die sprongen er allemaal gelijk uit en die gingen gelijk op die gozer af. Hij deed zogenaamd een slachtofferrol. Want hij was degene dus die dat gegooid heeft. Dat kindje uit zijn, tot ze ruzie hebben gehad, want ze hebben al vaker ruzie gehoord. In die flat daar, die moeder en die jongens of zo. Maar in ieder geval dat ze ruzie hebben gehad en dat het kindje gewoon naar beneden gegooid is. En ja, zo op het beton terechtgekomen is daar, was niet, nee. Het was zielig om te zien. 1 jaar zeg. Een dreunmachine, waarom kun je dat doen? Ze zijn nog bezig geweest in de ziekenwagen ook een tijdje om een stabilisatie, om gestabiliseerd te krijgen. En toen is het pas weggereden dus. Al meerdere taferelen hier in de straat. Het is vooral aan de kant van waar de flat staat. Gebeuren wel eens regelmatig rare dingen. Atletiektrainer Jerry M. uit Rotterdam heeft de afgelopen 35 jaar minderjarige meisjes die hij onder zijn hoede had misbruikt. De 58-jarige man deed dat in onze regio bij atletiekvereniging CAV Energie in Barendrecht. De man heeft een volledige bekentenis afgelegd. De trainer is voor het leven geroeierd als lid van de Atletiekunie. De organisatie heeft geen aangifte gedaan. Laat weten dat dit is omdat dit alleen door de slachtoffers kan worden gedaan. Zolang er geen slachtoffers zijn en geen aangifte wordt gedaan, kunnen we zeg maar niet in het strafrecht terecht. Waarom kan dat niet? Omdat binnen het strafrecht je getuigenissen of slachtoffers nodig hebt om tot een veroordeling te komen. De Barendrechtse Atletiekvereniging laat in een verklaring op hun website weten... We zijn overvallen door de berichtgeving in de media over de beschuldiging van Jerry M. Tot 2009 is Jerry M. gedurende ruim 15 jaar als trainer actief geweest bij CAV Energie. In 2009 is Jerry M. als trainer gestopt bij Energie. Er was toen sprake van verdenking van gedrag dat we binnen onze vereniging niet acceptabel vinden. Jerry M. heeft destijds een officiële waarschuwing gekregen van het bestuur van CAV Energie. Besloten is toen om per direct uit elkaar te gaan. Omdat er geen officiële klacht ingediend is door de atleten, is hier verder geen vervolg aan gegeven. In 2017 is er zeer kortzondig samenwerking met Jerry M. geweest, dit na overlegging van verklaring omtrent goed gedrag. Deze samenwerking is na enkele weken direct beëindigd, toen bleek dat hij op non-actief was gesteld bij Haag Atletiek. De man is werkzaam als buschauffeur bij de RET. Het bedrijf heeft hem op non-actief gesteld. Ongeveer 100 mensen met gele hesjes demonstreren zaterdag bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Ze protesteren tegen de politiek die naar hun mening de problemen in Nederland niet oplost. Begin februari staat er een landelijke demonstratie van gele hesjes gepland in Maastricht, waar werd afgesproken de euro in te voeren. Bij de historische vereniging Schiedam is dit weekend een fototentoonstelling geopend over de glasfabriek. De opening werd verricht door oud-directeur Johan Soetens, die nog altijd met pijn in het hart terugkijkt op de sluiting van de fabriek in 2017.
Ik liep er de laatste keer rond, de machine stond er stil, de ovens waren koud. Ik hoorde bijna stemmen. En het scheelde niet veel, ik had tranen in mijn ogen. Laat ik daar niet over doorgaan, maar dat is natuurlijk een ten hemel tergend schandaal dat die fabriek stilgelegd is. Ja. Verschillende oud-medewerkers waren bij de opening om herinneringen op te halen. In het begin, toen ik daar kwam, dacht ik van nou, in die vieze zooi ga ik niet, dat blijven we niet lang. Maar ja, wat meneer Soeters vertelde, alles werd steeds beter en mooier. Ja, dan kreeg je ook veel liefde voor de fabriek, voor je werk. Het was gewoon hartstikke leuk. Toch 37 jaar blijven hangen? Ja, ups en downs hoor. Want het werd op het laatste moment wel stressig hoor. Want productie is productie en rendementen moesten hoog blijven. En als er een stilstand was, als er voor dat voedingen uitgevallen waren, wat elektriciteit betreft, nou dan was het rennen hoor. Je bleef al hangen of je ging in één keer weg. En als iedereen maar blijft hangen, ja, dan vergroei je toch min of meer met zo'n bedrijf. Nou, dat zag je ook vaak gebeuren. En die mensen hadden van naar de zin. Je had toch een zekere vrijheid, had je wel. Je zat wel onder bepaalde druk moest je werken, maar je had toch ook een grote vrijheid. Dat trok mij wel aan altijd. En die jongens onderling, zeg maar, hoe ging dat? Ja, dat was rouwvolk. Dat was dikwijls rouwvolk, ja. Soetens geeft inmiddels lezingen over de glasfabriek en heeft er al meerdere boeken over geschreven. U vindt het belangrijk dat dit stukje geschiedenis bewaard blijft. Dus maakt u zich in ieder geval hard voor dat voor het bestaan? Ik maak me daar keihard glashard voor, ja. Goedemiddag, ik ben van RTV Rijnmond en ik kom uw man feliciteren met de verjaardag. Oh, dat is uit! Dag meneer Pieter Schaafland, ik ben Sjoerd de Vos van RTV Rijnmond. En dames en sportredactie, wensen u een fijne 85e verjaardag. Nou, 85, ja, dat is wat, hè. Dus we hebben een taartje meegenomen. Ik heb net mijn buurman en die komt op Facebook. Er staat er ook op 830, staat er al op, ze spreken. Kijk! En we zijn net eigenlijk een paar aan het lezen, want ik heb zelf geen Facebook. Hij zei, nou, ik moet je het even laten zien enzovoort, dat er allemaal mensen zijn die zo om je geven. Nou, kijk eens. Dat is toch geweldig. 85 jaar, hoe gaat het met de gezondheid van u? Nou, met mijn gezondheid eigenlijk heel erg goed. Ik doe er zelf wel alles aan hoor, dat moet ik ook nog wel zeggen. Ik ga twee keer in de week naar de fitness. En dan ben ik meestal tijd toch wel een uur of drie ben ik bezig, dus per keer. En dat bevalt me erg goed. Ja, dat is toch geweldig? Had ik helemaal niet op gerekend enzovoort, maar het is wel heel erg spontaan alles. Ja, super. Gerard, dankjewel hoor. En tot spoedig, hè. Doei. Ja, dag. Gerard Meijers. Ja. Mooi. Ja, dat is toch mooi. Zullen we eventjes genemen, want het ziet er wel heel lekker uit. Het ziet er wel lekker uit, ja. Zeker. Nou, het is wel lekker, toch?